In de video van vandaag gaan we kijken naar wat nou realistische rendementen zijn. Want ik heb het vaak over 7% gemiddeld per jaar. Ooit is dat zelfs hoger. En misschien hoor je op andere plekken ook wel andere percentages. Dus ik dacht, laten we eens gaan kijken naar vooral de laatste 10 en de laatste 20 jaar. Om te gaan zien wat dan de rendementen zijn geweest. En ik wil daarvoor drie populaire beurzen en twee populaire aandelen gaan gebruiken. Ten eerste VWRL, oftewel All World Fonds ten tweede VUSA, oftewel de S&P 500, en als laatste beurs de AEX. En ik heb een overzicht gemaakt van deze drie beurzen en twee aandelen om juist goed naar de rendementen te kunnen kijken. Dus laten we snel gaan beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Op dit kanaal maak ik elke week twee video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien, vergeet dan vooral niet te abonneren op de, dit kanaal. In deze video wil ik dus gaan kijken naar wat realistische rendementen zijn, zoals eerder besproken voor drie beurzen en twee aandelen. Dat overzicht heb ik op de computer staan, dus laten we snel gaan overstappen. Laten we ten eerste gaan kijken naar het uh, voorbeeld en de rendementen van VWRL, het bekende Vanguard All World Fonds. En vervolgens gaan we ook naar de index zelf bekijken, want ook Vanguard volgt een index. Dat is de FTSE All World. Dat is dus een index met meer dan 3000 bedrijven erin zitten. Um, en die gaat iets verder terug, heb ik gegevens kunnen vinden, dan Vanguard zelf, dan VWRL. Omdat VWRL pas in 2012 is opgericht, zijn eigenlijk vanaf het hele jaar pas, vanaf 2013 dus, uh, ja, rendementen bekend. In de eerste kolom zien we dan capital return, oftewel dat zijn gewoon hoeveel de koers zelf is gestegen. En de tweede kolom is inkomen, oftewel het dividend. Want behalve dat je koersstijging kunt hebben, kun je ook rendement halen door het dividend wat wordt uitgekeerd. Nou, dat is dus zeg maar. Rond de 2% gemiddeld ongeveer, ja 2,26 zien we zelfs staan. De koersrendementen zijn gemiddeld 8,28 per jaar. Zien we in de derde kolom ook de totale, oftewel in 2013 was er bijvoorbeeld 20,37% rendement op de koers, 2,45% dividend. En samen was dat dus goed voor 22,8% rendement dat jaar. Er zijn nog jaren waarin het minder gaat en die jaren heb ik aan rood gemaakt, zoals 2015. De recentelijk nog eind 2018, waar we in één keer ja, 12% in de min staan voor dat jaar. Gelukkig hebben we nog wel wat inkomen, uh, oftewel dividend, waardoor we net iets onder de min 10 uitkomen. Nou, gemiddeld van al die jaren komen we uit op 10,5%. Gaan we dan kijken naar de index zelf, want dit was het VWRL-aandeel. Dit is de index. Oftewel de benchmark van VWRL, daar zien we iets meer jaren teruggaan waardoor ik uiteindelijk van 10 jaar iets heb kunnen vinden en daar kan ik dan mooi een berekening van maken. We zien daar nog 13,2, ja, 2011 nog een slecht jaar, min 7,3 en 17,1% erbij komen en vaak zie je dan wel, er zijn wel verschillen tussen de benchmark en VWRL. Dat komt omdat bijvoorbeeld een fonds de benchmark niet altijd Helemaal hoeft te volgen. Hij kan daar iets van afwijken, zal nooit heel veel zijn, maar het heeft ook kleine verschillen in het rendement. Nou, we zien hier in de laatste 10 jaar van de index, dus van de benchmark, een gemiddelde van 10,1% uitkomen. En als we dan tenslotte bijvoorbeeld bedragen gaan uh, investeren, stel we zouden in 2009, eind 2009, 100 euro investeren, dan hebben we het in 2010 dus een rendement van 13,2%. Uh, stijgt dat bedrag naar 113,2 euro. Gaat er weer wat af, komt er weer wat bij. Uiteindelijk hebben we dus na 10 jaar, als we dat ene bedrag aanhouden, 244,20 euro. Nou, dat betekent dus 244 euro min je inleg van 100 euro is 144,20 gedeeld door die 10 jaar. Komt uiteindelijk uit op een gemiddelde van 14,4. Dat is iets hoger dan het gemiddelde zo. Maar dat komt natuurlijk omdat je rendementen op rendementen maakt. En daardoor kom je anders uit. Maar we zien in ieder geval wat betreft de VWRL, oftewel de All World Index, dat we met een Rendement van 10%, zeker wel mogen rekenen. Moet misschien wel rekening houden met inflatie. 2, 3% en dat soort dingen. Dan kun je misschien wel iets bijstellen naar 7%, wat je zeker wel overhoudt. Maar al met al dus een mooi rendement, in ieder geval op de wat langere termijn. En 10 jaar is op zich al wel lang. Maar eigenlijk als je voor een lange tijd wil gaan beleggen, is 10 jaar juist wel niet zo heel veel. Ja, helaas heb ik hier niet zo heel veel gegevens over kunnen vinden. Gaan we bijvoorbeeld kijken naar VUSA. VUSA is een ander populair aandeel. Ook een aandeel dat trouwens in de kernselectie van de Giro zit. Net zoals VWRL. Vandaar dat het ook heel erg populaire aandelen in onze community zijn. En bij de Giro is het dan extra interessant omdat deze aandelen dus in de kernselectie zitten. Dat wil zeggen, je kunt ze maandelijks onder een paar simpele voorwaarden kosteloos kopen. Dat zorgt er gewoon voor dat je minder kosten maakt of geen kosten maakt en dus hoger rendement hebt. Meer informatie over de Giro vind je trouwens in een link onder deze video. Nou, het volgende aandeel was dus FUSA. Hier gaat eigenlijk hetzelfde. Ook een, uh, ook een fonds wat is opgericht in 2012. Dus vanaf 2013 hebben we dus rendementen die we kunnen zien. Ja, gemiddeld 13%. Op uh, capital return, oftewel gewoon op de koers. 1,9 op dividend. Dat komt uiteindelijk dus uit, ja, kijk goede jaren boven de 30%. Wat minder goede jaren, tot nu toe min 5%. Maar het liefst wil ik natuurlijk iets langer, iets verder terugkijken. Dus vandaar dat ik van de S&P, uh, dat is eigenlijk de index die VUSA volgt. Want ja, yeah, VUSA is Vanguard USA, oftewel... Amerika, de 500 grootste bedrijven. Kijken we dan naar de SP en de rendementen. We zien vooral na 2000 met de dot bubbel dat we een paar slechte jaren hadden. Min 10%, min 13%, min 24% bijna. Daarna gaat het wel weer goed tot de financiële crisis: min 38,5%, zelfs in dat jaar. Ook weer goede jaren na de rand. En zeker de laatste jaren gaat het heel erg goed. En dan komt het totale gemiddelde rendement dus ook van de laatste 20 jaar op 5,6% uit. Maar ook hier kunnen we kijken wat nou als we eind 1999 100 euro of 100 dollar hadden geïnvesteerd. Nou, vooral de eerste paar jaar zouden we telkens wat verliezen. Gaan we zelfs terug naar 3 jaar naar 60 euro, laten we het even noemen. Na de hand zijn dan weer goede jaren waardoor het er hard stijgt. Zijn we weer bijna bij het eerste bedrag terug? Gaan we weer hard onderuit door de financiële crisis? Maar de laatste jaren zie je dat het uiteindelijk wel oploopt tot nu 219,9, zeg maar 220, oftewel 120 erbij in 20 jaar. En dat wil dus zeggen dat je gemiddeld zo'n 6% erop vooruit gaat. En dat is dus iets minder dan we net zagen bij VWRL. We moeten ook wel zien dat we hier de laatste 20 jaar pakken, waarin we eigenlijk ja, de paar eerste crisisjaren volop meenemen. Ook. De financiële crisis volop meenemen. Maar ook dat moeten we gewoon doen. Het is nou eenmaal niet anders. En dit is gewoon het gemiddelde van de laatste 20 jaar. Laten we ook nog even dichterbij huis gaan kijken. Naar de AEX. Hier heb ik eigenlijk niet echt een, een ETF. Die ja, um, interessant is. Die ik ken. Die veel wordt gebruikt. Dus ik heb gewoon de rendementen van de AEX bekeken. Nou, vanaf 2000. Ook daar was de dot natuurlijk 5% eraf, 21%, 36% eraf. Tijdens de financiële crisis halveer, meer dan halveerde gewoon de AIX de koers, min 52%. En over de laatste 20 jaar komt hier het rendement dan ook maar uit op 2%. Dat is ja, heel erg weinig gewoon. Hadden we ook daar weer 100 euro geïnvesteerd, uh, gulden toen nog, maar 100 euro in 1999 zou we uiteindelijk nu iets lager uitkomen. Oftewel, we gaan een half procent per jaar erop achteruit. Ja, zoals gezegd, dat geeft misschien een beetje een vertekend beeld... omdat er gewoon ja, heel veel zware crisisjaren in zitten. Hadden we nou vijf jaar extra gedaan, was dat een ander beeld. Kijk bijvoorbeeld naar de laatste tien jaar, is dat ook een ander beeld. Kijken we naar de laatste tien jaar, dan beginnen we weer met 100 euro. Gaan we weer ja, eerst een jaar 12% onderuit, oftewel naar 88. Na de rand gaat het wel telkens best goed. Uiteindelijk hebben we dus wel over de laatste 10 jaar gemiddeld 7,2% rendement. Dus het is maar een momentopname. ligt er net aan of je goede jaren meeneemt, net in die laatste 10, 20 jaar. Of dat je zoals nu bij die laatste 10 jaar net na een flinke crisis, en dan heb je eigenlijk bijna alleen maar goede jaren. Dat verandert natuurlijk het gemiddelde rendement. Dat zien we ook nog terug in het totaaloverzicht wat ik heb gemaakt. Hierin zien we dat vaak de crisisjaren ook dan meteen op alle beurzen zo zijn. We zien hier 2000, 2001, 2002, 2008 zien we natuurlijk overal terugkomen, 2011 zien we op verschillende plekken terugkomen, 2015, 2018 zoals ik eerder al zei. Dus het zijn vaak, het maakt niet uit, het is gewoon iets op de markt in de wereld wat er speelt en dat heeft effect op alle beurzen. Maar als we gaan kijken naar de gemiddelde goede jaren dan maken we een rendement van zeg maar 17% bij VWRL. In de gemiddelde crisisjaren gaan we er 6% op achteruit. Maar we zien gelukkig ook dat in de jaren die ik heb kunnen meten, in de laatste 10 jaar dus, dat er 7 jaren dat we flink in de plus staan en 3 jaren dat we dus in de min staan. Nou, kijken we naar VUSA, oftewel de S&P 500, daar kunnen we in de goede jaren 15,6% verwachten. In de slechte jaren gaat het dan maar een klein beetje minder met min 1,3%. Maar ja, dat komt eigenlijk ook weer omdat het vooral in de laatste jaren niet zo slecht is gegaan. Gaan we naar ja, de laatste 20 jaar, dan verandert dat. In de slechte jaren gaan we er dan min 13% op achteruit. Maar ook hier zien we. Er zijn ja, aanzienlijk meer goede jaren. dan dat er slechte jaren zijn. En dat is ook op de AIX zo het geval. Van de laatste 20 jaar zijn er 14 goede jaren. 6 slechte jaren. En de laatste 10 jaar is dat zelfs 8 goede jaren. en 2 slechte jaren. En dat verklaart dus waarom we uh, een heel ander rendement krijgen. als we de laatste 10 jaar bekijken. ten opzichte van de laatste 20 jaar. Maar zo zie je eigenlijk dat je vaak. Um, ja, ligt een beetje aan de periode die je kiest. Maar dat je vaak wel, zeker bij Amerikaanse fondsen, wat een hoger rendement kunt verwachten. Vaak als een Amerika een groter gedeelte daarvan uitmaakt. Maar dat je gewoon rekening moet houden dat je vaak goede jaren hebt en dat het ook heel erg goed gaat. Zoals vorig jaar, waar het misschien wel 24 tot meer dan 30 procent rendement hebt kunnen maken. Maar het kan ook gewoon af en toe heel erg slecht gaan. Echt een financiële crisis zoals we in 2008 zagen. Dat er 40 of misschien wel 50 procent van je vermogen afgaat. Maar als je voor de lange termijn zit. Is dat niet zo erg? Je hebt de tijd om te herstellen. Je moet alleen het geduld hebben om ook te herstellen. Dus je moet niet snel gaan verkopen. Maar dit soort cijfers, dit soort overzichten, hoop ik in ieder geval dat je een beetje. Inzicht krijgt dat je weet wat er kan spelen, wat er uiteindelijk op de langere termijn speelt, en zo zien we gewoon dat de wereldeconomie op de lange termijn dat je 7 à 8 procent wel mag verwachten, misschien iets meer als je dividend mee gaat rekenen, maar ja, je moet er tegelijkertijd weer inflatie afhalen. En we weten natuurlijk niet wat er de komende jaren gaat gebeuren. Het lijkt me dat de economie nog wel getroffen gaat worden door wat er nu speelt op de beurs. Dat heeft ja, nu geen effect op de beurs, maar het heeft wel effect op de economie. Waarschijnlijk volgend jaar, als er meer bedrijven failliet gaan, dan zullen er misschien slechte jaren aankomen. Maar ik denk nog steeds dat je om te beginnen gewoon uit mag gaan van 6, 7. Als je misschien optimistisch bent, 8%. Maar ga dan liever iets defensiever zitten richting die 6%, richting die 7% om te gaan berekenen wat je kunt opbouwen in de toekomst. Als je dus uitgaat van gemiddelde rendementen op de lange termijn. En tot zover deze video. Heb je nog vragen of opmerkingen? Laat ze vooral achter in de reacties onder deze video. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke onderwerpen jullie leuk vinden. Kan ik meer van dit soort video's maken? En je helpt natuurlijk het YouTube kanaal. Want deze video wordt aan meer mensen aangeraden. Wil je meer van dit soort video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak elke week twee video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren, beleggen of passief inkomen. Klik onder deze video op abonneren om nooit meer een video te missen. Zeker wanneer je op het bel-icoontje klikt, dan krijg je altijd weer een melding als er een nieuwe video's Video online staat, wil ik je nogmaals bedanken voor het kijken en hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.